Hoi Petra. Hoi Loek. Jij geeft kindertherapie bij Hulpond Nederland. Dat klopt. Hoe werkt dat precies? Nou, wij werken 1-op-1 met een kind in combinatie met een hond. En we laten kinderen door middel van ervaringsleren, werken aan zichzelf en aan de problemen die ze hebben of de dingen die ze willen verbeteren. Er zijn heel veel kindertherapieën beschikbaar. Wat maakt deze met een hulpond nou zo speciaal? Ja, punt 1 dat we niet alleen maar praten. Dat we een hond, een levend dier inbrengen in een sessie. Mm-hmm. En wij praten wel tussendoor. En je hebt het natuurlijk wel over situaties die hier in de therapie gebeuren. En over school en over thuis. En hoe je wil dat wel integreren. Maar uiteindelijk zijn kinderen vooral bezig met ervaring opdoen met de hond. Kinderen vinden het leuk, hebben er plezier aan. En die hond is altijd blij, die veroordeelt je niet. Als jij aardig bent tegen de hond, dan is de hond ook aardig tegen jou. Ze voelen zich in principe heel snel veilig bij een hond. Ja, ze voelen zich heel erg veilig. Kun je een voorbeeld geven misschien van een problematiek? Ik weet niet, wat voor problematiek kunnen hulponden voor ingeschakeld worden, kindertherapie? Ja, veel breed ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, autisme, maar ook depressie. Kinderen die heel erg onzeker zijn, kinderen met gedragsproblemen, hechtingsproblematiek. Mm-hmm. Het is voor een heel breed, hele brede groep kinderen toegankelijk. Ja, Maxime heeft therapie met hulponden. Ja, eigenlijk de belangrijkste reden is vanwege zijn autisme. Hij is een kind wat teruggetrokken leeft. Eigenlijk in zijn eigen wereld verkeert, moeilijk daarbuiten komt. Doordat hij een spraakprobleem heeft, maakt hij ook moeilijk contact met anderen. De therapie helpt hem om op sommige momenten uit zijn eigen cocon te komen. Ben je blij met de resultaten van het kind? Ik ben super trots op de resultaten. Ja, ja. Eigenlijk als ik terugkijk naar al die kinderen die we al hebben geholpen, mm-hmm. dan hebben we echt mooie dingen bereikt en hebben kinderen weer perspectief en kunnen ze verder met hun leven. Wat is jouw ideaalbeeld voor de kindertherapie van Hulpond? Ja, dat we het landelijk uitrollen en dat het voor iedere kind wat het nodig heeft toegankelijk is. Dat is wat je wil.